In naam van iedereen. En dat, je ziet de logo's daar onderaan staan. Dat is Universiteit Antwerpen, Thomas More, Odyssee en de Vlaamse overheid, meer specifiek het departement Onderwijs en Vorming. Mag ik jullie heel hartelijk welkom heten op deze officiële lancering, want dat is het eigenlijk wel, van het project Les in Lezen. En waar we vandaag dus van tussen 5 en 7 de inzichten uit het project met jullie mogen delen. En wat zijn die inzichten? Wat gaat eigenlijk antwoorden op die misschien eenvoudige vraag, maar toch een heel interessante: wat is effectief leesonderwijs? De PowerPoint kan blijkbaar iedereen hanteren in de zaal, dus ik stel voor dat dat niet gebeurt, want anders wordt het wel wat moeilijk. Dus proberen van de PowerPoint te blijven, anders switchen we voortdurend van dia naar dia. Nu, wie ben ik? Ik ben Jordi Kastelein, ik ben lid van het promotorenteam en ik mag het plenum verzorgen, waarbij ik dus die grote vraag die we daar hebben, daar probeer een eerste antwoord op te geven. 3 kwartier later is het de beurt aan de collega's. Dan gaan we over in deelsessies, waarbij eerst kleuteronderwijs, wel eerst, er is een deelsessie van kleuteronderwijs, verzorgd door Helena Taalman. Die gaat focussen op hoe haal ik nog meer uit mijn voorleesmomenten. Er is een deelsessie over lager onderwijs, verzorgd door collega Astrid Geudes. Waarom werkt dat voor de leesstart? En we hebben nog een derde sessie, secundair onderwijs, verzorgd door Michiel Wils. Werken aan leesbegrip in het secundair onderwijs, niet enkel een zaak voor de taalvakken. Ik zei het daarnet al, dit is de officiële lancering, hoewel we eigenlijk met een project al een tijdje online zijn. Misschien hebben jullie al op de website geweest van lesinlezen.be en hebben jullie al de verschillende componenten daar ontdekt. Jullie hebben misschien al gezien dat er de inspiratiegids is, die bedoeld is voor het onderwijsveld. Misschien al gedownload en daar eens naar kunnen kijken. Die gids bevat allerlei fiches. Die fiches kan je ook individueel eruit halen door te klikken op ik zoek op een fiche. Alles is gebaseerd op een wetenschappelijk rapport. Wij noemen dat een umbrella review, ook dat kan je daar vinden. We hebben niet enkel dat gedaan binnen ons project, maar ook gekeken naar lezen op schoolprojecten. Wie daar geïnteresseerd in is, kan dat daar vinden. En alle leden van het project zitten ook daarin vervat bij het projectteam. En ik wil deze mensen heel graag met naam en toenaam vermelden, want ik mag hier wel het plenum verzorgen, maar ik sta op de schouders van die reuzen. En dat gaat dus over deze volgende mensen. Dat gaat over Astrid Geudes, Kirsten Schraaien, Kim Belles, Helena Taalman, Marie Triun, Stefan de Klerk, Pieter Verachtert, Eva Maassen, Aster van Michem, Carlien en Carlien Thibaut. En dan hebben we nog als promotorenteam Matthias Simons, Tom Smits en mezelf, Jordi Kastelein. Maar wij mogen als promotorenteam zijn we heel trots op dit project, want dat komt voornamelijk doordat wij op deze collega's hebben mogen steunen. Nog eens onze oprechte dank naar hen. Straks ga ik er wat dieper op in, op die inspiratiegids. Die is momenteel, die dia, eventjes verdwenen. Ik zie die momenteel niet goed. Zien jullie die wel goed? Misschien moet je eens gooien in de chat of jullie een vierde dia zien. Met de cover van de inspiratiegids. Ja, prima. Dan is het enkel ik. Dan is het enkel ik die een probleempje heb. Dus, maar ik heb dat hier mooi voor mij liggen geprint. Dus dan gaan we gewoon verder. Een aantal mensen zien het wel, een aantal mensen zien het niet. Dus ik ga even verder. Misschien lukt het wel allemaal goed. Ik ga daar straks dieper op in. Maar ik wil je dit al even tonen hoe het allemaal in elkaar zit. Je krijgt namelijk een inhoudsopgave waarbij je de verschillende zaken ziet. We gaan dus niet enkel die fiches hebben, maar we hebben dan ook nog eens andere zaken die daarbij vermeld zijn. Ik heb het al voor gesproken over zo'n fiche. Ik wil die al even heel kort tonen. Hopelijk zien jullie dit dus, want het is wel wat vermoeiend, want ik zie het eigenlijk helemaal niet. Ja. Oké, synchroniseren naar presentator. Even wachten tot dit allemaal lukt voor jullie. Oké, we zijn nu de inhoudstabel. Dankjewel, Sanne. Ik wil dus zo'n fiche tonen aan jullie. Dan zie je ongeveer dit. Dit is fiche 5. Het is ook goed te zien bij mij. Waarom is morfologisch bewustzijn belangrijk? Dus eigenlijk, dat vormt het leeuwendeel van die inspiratiegids. Nu, ik heb je verteld, dit is al een tijdje online. Vlak voor de zomer hebben we dit online gegooid, namelijk in mei 2023. We zijn vandaag september 2023, maar ik wil u echt teruggooien naar 1996. Namelijk,
GDPR-gewijs heb ik iedereen weggeblurred die ik niet ben. Dus degene die daar enigszins centraal ziet staan achter de zeer bruine achtergrond, dat ben ik. En waarom neem ik jullie mee naar 1996? Om eigenlijk die andere persoon die ook een cirkel rond zich gekregen heeft, even in het voetlicht te stellen. Want toen ik deze presentatie aan het voorbereiden was en nog eens de gids erbij nam, bedacht ik eigenlijk dat ik heel veel van die inzichten die in die inspiratiegids staat, dat die eigenlijk ook wel door die persoon helemaal rechts al in de praktijk gebracht werd. Dat was mijn leerkracht Nederlands van toen en dat was niet mijn favoriete leerkracht, als ik heel eerlijk mag zijn, maar heel veel van die dingen die hij deed, dat vinden we nu momenteel ook gewoon terug in die inspiratiegids. En dat is wel ergens van een vreemd gevoel voor ons als projectteam. En misschien zal dat ook voor jullie ook zijn. Namelijk, sommige inzichten zullen misschien nieuw voor jou zijn en andere inzichten zal je misschien al kennen. En deze twee manieren, deze twee ervaringen zijn eigenlijk positief, vinden wij. Namelijk, als die nieuw zijn, vinden we dat fijn dat we extra informatie mogen aanreiken aan jullie. Blijkt het dat het nieuwe inzichten zijn, of andere inzichten zijn die je misschien al kent, vinden we dat ook positief, omdat je dan eigenlijk bevestigd wordt in wat je al doet en dat wat je doet, dat dat eigenlijk al goed is. Namelijk, we gaan hier helemaal niet allemaal compleet nieuwe zaken vertellen. En een aantal van die nieuwe zaken zijn eigenlijk al in 1996 uitgevoerd en dat is helemaal daarvoor niet zo erg. Nu, om dan terug te keren, wat is eigenlijk dit project Les in Lezen? Dit is een project dat we uit mogen voeren hebben in naam van het departement onderwijs vorming van de Vlaamse overheid. En zoals ik eigenlijk al op gehint heb, dit is deel van een veel groter project. Namelijk, de officiële titel van dat project is, even kijken hoe dit nu gaat. Ja. Is effectief leesonderwijs in het basis- en het secundair onderwijs. Identificatie en evaluatie van het praktijkmodel lezen op school. Jullie zouden dit nu moeten zien. Dat vermoed ik wel. Hè. Kan iemand in de chat gooien, want opnieuw doet mijn computer even lastig. Jullie zouden. Ja, dankjewel, Tom. Dus als we dit nu gaan bekijken, wat betekent dat eigenlijk? We hebben dat project gegooid in, dankjewel, dia 11. Hebben we eigenlijk uitgerold in twee verschillende, voornamelijk twee grote onderzoekslijnen. Dus die eerste deel van de titel, effectief leesonderwijs en het basis- en secundair onderwijs, dat werd onderzoekslijn 1. Een umbrella review en het onderste deel van de titel, identificatie en evaluatie van het praktijkmodel lezen op school, dat werd onderzoekslijn 2. We hebben daar eerder gekeken naar verticale en horizontale analyse van de lezen op school projecten en gekeken naar ervaren effecten hiervan. Nu, die twee grote onderzoekslijnen, onderzoekslijn 1 en 2, die hebben we eigenlijk gegooid, samengebracht in een onderzoekslijn 3. En dat is eigenlijk die inspiratiegids waar ik het daarnet van al over had. Dus dat is eigenlijk het resultaat van 1 en 2 samen. Nu, vandaag, kijkende naar de tijd, heb ik geen tijd om 2 te behandelen. En zou ik heel graag willen focussen op die eerste onderzoekslijn, namelijk een umbrella review van effectief lezen onderwijs in het basis- en het secundair onderwijs. Wat betekent dat eigenlijk, een umbrella review? Dat betekent eigenlijk dat we alles gaan bekijken zijn van wat er bestaat van onderzoek naar effectief leesonderwijs in het regulier onderwijs, dus van kleuter tot en met secundair. En we hebben daar geprobeerd een samenvatting van te maken. Dat is het in korte woorden gezegd, ondanks dat het een proces van meer dan 12 maanden geweest is. Nu, wat is onze insteek hierbij? Is dat we eigenlijk een brede blik genomen hebben op wat we zien als effectief leesonderwijs. Ten eerste hoor je, ik vermoed dat je trouwens mijn zoon van 18 maanden op de achtergrond hoort. Kijk, zo gebeurt dat dan. Dus we hebben een brede blik op effectief leesonderwijs genomen. Dat betekent dus dat we alle verschillende fases van het proces van leren lezen in ogenschouw genomen hebben.
betekent dat we dus echt gaan kijken voor de periode die wij associëren met, ja, voordat het leesonderwijs begint. Wij associëren dat heel snel met 6 jaar of zo, omdat dat de start is het lager onderwijs. Maar eigenlijk begint dat proces veel vroeger. Je zou eigenlijk al kunnen spreken over kinderopvang, maar daar gaan we nu niet naar kijken. Maar we kijken dus eigenlijk al vanaf kleuteronderwijs. We hebben niet enkel gekeken naar de onderwijscontext. We hebben gekeken ook naar familie en sociale context. Wel met de beperking dat er altijd een link moest zijn met een school. Met andere woorden, we hebben niet gewoon kijken naar wat kan je doen met een familie. Daar bestaat onderzoek over, maar er moest altijd een link zijn van hoe kan een school familie inzetten of werken met familie om ervoor te zorgen dat het leesonderwijs beter wordt. Wat hebben we nog gedaan? We hebben ook gekeken naar die verschillende interactie tussen de verschillende componenten van lezen. Het is niet van dat alles zo mooi afgeleid is. Er zijn heel veel zaken die mooi in elkaar overlopen. Ik ga daar straks wel een voorbeeld van geven. Nu, het laatste punt is ook dat we gefocust hebben op verschillende doelgroepen. Dat is eigenlijk niet echt naar voren gekomen in de inspiratiegids, omdat we wilden dat die inspiratiegids eigenlijk hanteerbaar werd. En als we nog eens die doelgroepenanalyse erin staken, werd het een heel groot verhaal. Maar je kan dat wel terugvinden dus op lesinlezen.be. Je kan dus echt zien welke specifieke interventies voor specifieke doelgroepen werken. En wat bedoelen we hiermee? Leerlingen met een risico op lees- en of spellingmoeilijkheden. Leerlingen met een andere thuistaal die de onderwijstaal leren. Leerlingen met andere biologische, neurobiologische stoornissen liever, bijvoorbeeld ADHD of een autisme-spectrum. Stoornis. Leerlingen ook met een fysieke beperking en leerlingen met een niet aangeboren hersenletsel. Nu, die eerste twee doelgroepen die komen wel nog in de verschillende fiches naar voren, maar niet altijd zo expliciet dat we daar echt aparte categorieën voor gecreëerd hebben, maar je vindt die wel terug. Al die andere drie doelgroepen kan je dus echt wel ook voor de mensen die hier geïnteresseerd in zijn, kan je dus ook terugvinden op lesinlezen.be, maar dan in de umbrella review. Wat betekent dat dan eigenlijk als je die zaken samenvat? Wel, dat betekent eigenlijk dat je een overzicht als dit krijgt. Dit is het volledige plaatje van leesonderwijs, het volledige overzicht van het proces van leren lezen. Dus je hebt daar voorbereidende leesvaardigheden in, je hebt technisch lezen in, begrijpend lezen. En de technisch lezen valt uiteen in vlot en vloeiend lezen. En voorbereidende leesvaardigheden valt uiteen in geletterdheid en mondelinge taalvaardigheden. En daaronder vind je nog eens een belangrijke component, namelijk algemene leesvaardigheid en leesmotivatie. Ik heb je al verteld dat we gingen gaan kijken naar interactie tussen de verschillende componenten. Wat betekent dat dan bijvoorbeeld? Wel, we zijn gaan kijken van, stel je voor dat je als school inzet op vlot lezen, zorgt dit ervoor dat de leerlingen dan beter worden in begrijpend lezen? Zo zou je dat moeten zien. En er zijn nog allerlei andere manieren om dat in ogenschouw te nemen. Ook belangrijk om hier te vermelden is dat loopt heel vaak allemaal door elkaar. Het is niet van dat voorbereidende leesvaardigheden plots stoppen als kinderen 6 jaar worden. Dus dat is allemaal zaken die mooi door elkaar lopen. Maar daar hebben we straks meer over. Daarnaast hebben we nog eens andere onafhankelijke variabelen meegenomen in onze analyse van effectief leesonderwijs. Wat betekent dit dan? Dat we gaan kijken zijn naar zaken zoals coöperatief en samenwerkend leren, differentiatie, tutoring, fysieke conditietraining, muziektraining, visuele aandachtstraining, executieve functies en professionalisering van leesvaardigheid. Wat betekent dat dan? Heel eenvoudig, heeft het zin om te differentiëren om de leesvaardigheid van leerlingen te verbeteren? Of heel vreemd, maar het is een vraag die door onderzoekers beantwoord wordt. Als kinderen een betere deelnemen aan fysieke conditietraining, hebben die dan meer kans om beter te zijn in lezen? Het antwoord is ja, trouwens. Maar kom, we hebben zoveel te vertellen in dat hele rapport van 151 pagina's lang. De gids gaat een aantal zaken op focussen. Dat die conditietraining, die is er niet ingekomen. Nu, wat hebben we dus gedaan? We hebben gekeken naar samenvatting.
van onderzoek naar leesonderwijs. Dat noemen ze meta-analyses of systematic reviews. We zijn begonnen, zie daar bovenaan staan, met 385 van die studies. En je ziet onderaan staan dat we geëindigd zijn met 95. Dat reikt relatief weinig nog, 95. Maar als je dit type onderzoek wat goed kent, snap je dat dit een heel hoog aantal is. En dat we dus heel veel informatie hebben om te mogen delen met jullie vandaag. En ook uiteraard via lesinlezen.be. Je ziet ook dat we niet alles gewoon op face value gaan aanvaard hebben. We zijn gaan kijken naar de kwaliteit ook van die samenvattingen. We hebben dus gekeken of onze collega-onderzoekers hun studies op een goede manier uitgevoerd hebben. Dat betekent niet dat wij hun werk opnieuw uitgevoerd hebben. Zeker niet. Maar we hebben gekeken of er een aantal criteria in hun studie zitten die een toonbeeld zijn van methodologische kwaliteit. En dat betekent, je ziet aan de rechterkant, dat er een aantal studies, zelfs een vrij hoog aantal, eruit gevlogen zijn. Je ziet er daar staan er 48, die niet voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die we gesteld hebben. Nu, de reden hiervoor is heel duidelijk uiteraard. We weten dat we mogen communiceren aan het onderwijsveld in Vlaanderen en Nederland. En we wilden 100% overtuigd zijn van de kwaliteit van onze eisen, onze voorschriften en richtlijnen die we met jullie meedelen. Dus daarom de zaken die we vanaf nu kunnen zeggen, daar steken we onze hand voor in het vuur. En wat zijn die zaken die we mogen zeggen? Nu, de verschillende deelsessies gaan er uiteraard harder op in, maar dit zijn de voornaamste conclusies van deze umbrella review. Ten eerste, inzetten op leesvaardigheid loont en werkt. We moeten hier echt een positief verhaal vertellen. Er zijn heel veel dingen die leerkrachten, schoolteams kunnen uitvoeren, waarvan wij kunnen voorspellen dat dit een positieve impact zal hebben op leesvaardigheid of verschillende componenten van leesvaardigheid, zoals bijvoorbeeld technisch lezen of bijvoorbeeld binnen technisch lezen, vlot lezen. We merken bijvoorbeeld heel hard dat vroeg en preventief inzetten op deelvaardigheden voor alle leerlingen, dus niet enkel leerlingen waarvan we vermoeden dat het misschien wat verkeerd zal gaan, dat dat werkt. We weten dat preventie eigenlijk vanaf de kleuterleeftijd, dus en niet enkel een paar maanden vlak voor de zomervakantie, maar echt, ja, reken maar vanaf 4 jaar zelfs, dat je daar met hen kan meewerken. Wat betekent dit dan? Wij vragen niet dat men plots in rijtjes gaat zitten en blaadjes gaan invullen. Nee, je kan heel interessante, waardevolle activiteiten met die kinderen uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld, zoals je die staan, voorlezen met veel interactie, inzetten op de mondelinge taalvaardigheden, codegerelateerde vaardigheden, en zelfs phonics programs, dat werkt al bij die leerlingen. Helena die gaat er dus dieper op in, zoals ik gezegd heb, op één aspect daarvan voor kleuteronderwijs door op dat voorlezen in te zetten. Een ander iets dat heel duidelijk naar voren komt, is dat combineren van leescomponenten en interventie een zeer werkzaam product is. Inzetten op morfologische kennis, samen met leesprosodie en ook opnieuw combineren met een invloed van phonics, dat zijn zaken die werken. Als het gaat over lager onderwijs, gaat Astrid het daar ook nog eens dieper over hebben. Zeker over die combinatie van die verschillende leescomponenten in succesvolle interventies. Daarnaast merken we ook dat de relatie tussen leesmotivatie en leesvaardigheid een complex verhaal is, maar daar wil ik straks wat meer over vertellen. We zien ook dat ook niet-leescomponenten leesvaardigheid positief beïnvloeden. Misschien hebben jullie ook vandaag dat opiniestuk gelezen in de Standaard, waar een ouder zich afvroeg of het allemaal wel zo nuttig was, dat het kind via computers aan het leren lezen was, of het beter werd in leren lezen. Wel, je ziet het daar staan, technologie kan een positieve invloed hebben, maar kan ook het niet hebben. Het is niet zo eenduidig, dat verhaal. Wat we wel duidelijk zien, is dat spelling een zekere positieve invloed heeft op leesvaardigheid. Spellinginstructie werkt en zorgt ervoor dat kinderen beter kunnen lezen. Coöperatieve werkvormen, als die op de juiste manier ingezet worden, moet ik er wel altijd bij vertellen, werken om ervoor te zorgen dat leerlingen beter kunnen lezen. Professionaliseringen van leerkrachten werkt altijd. Dat zien we voortdurend terugkeren en opnieuw is het iets dat we hard kunnen aanbevelen. Ook executieve functies en bijzondere vormen van trainingen, dat kan een impact hebben. Ik heb het al gehad over conditietraining, we gaan het nu niet per se gaan aanraden, maar het is wel iets dat we moeten bekrachtigen. Maar wat voornamelijk opvalt is dat lezen overal en in elke setting loont. Vooral dat aspect komt voortdurend naar boven drijven. En dat kan ik ook verwijzen naar de deelsessie van Michiel, die het zal hebben over secundair onderwijs, maar voornamelijk
over lezen in de niet-taalvakken. Dus ergens ook lezen overal en niet enkel in de setting van een taalvak. Want dat is ook iets dat voortdurend naar boven komt in die umbrella review en dat we dus enorm willen ondersteunen. Ik had het gezegd, ik wil toch iets een aparte dia zelfs geven over leesmotivatie. Hoe zien wij vanuit het project dan hoe je leerlingen betere lezers kan maken? Wel, het is effectief leesonderwijs plus een focus op leesmotivatie. Je merkt dat leesvaardigheid dat een impact heeft op leesmotivatie. En leesmotivatie zorgt er uiteraard weer voor dat die leesvaardigheid stijgt. En je zou kunnen zeggen dat die cirkel continu verder gaat, maar onderzoek is heel hard duidelijk dat het de leesvaardigheid is die de motor is van die cirkel. Dat betekent niet dat leesmotivatie geen impact heeft op leesvaardigheid. Dat zeggen we helemaal niet. Maar het is wel de leesvaardigheid die de motor is van die cirkel. We zien heel duidelijk dat de leesvaardigheid van kinderen op een jonge leeftijd de leesmotivatie van die kinderen op een latere leeftijd voorspelt en niet andersom. Dit hoeft trouwens niets ernstigs te betekenen. Als we gaan kijken naar interventies rond leesmotivatie, worden die heel vaak volgens het ABC-principe geënt. Dat is dan autonomie, verbondenheid en competentie, de A, de B en de C. En daar zit competentie gewoon in vervat. En dat maakt het heel erg duidelijk, namelijk dat die competentie een essentieel onderdeel is om die leesmotivatie te doen stijgen. Dus gewoon leesmotivatie starten zonder effectief leesonderwijs, dat heeft eigenlijk volgens onze umbrella review niet zoveel zin. Maar te weglaten heeft uiteraard ook geen zin. Dus die leesmotivatie heeft ook weer een impact op die leesvaardigheid. Maar het is de leesvaardigheid die de motor is. Dus vergeet zeker het belangrijkste aspect van leesonderwijs niet. Om dan eens terug te keren naar misschien het belangrijkste onderdeel van ons verhaal, namelijk van hoe ziet die inspiratiegids van les en lezen er nu eigenlijk uit. Ik heb jullie al een korte preview gegeven, maar nu wil ik er graag wat dieper op ingaan. Je krijgt dus hier, je kan het downloaden, je kan het online lezen, er zijn verschillende manieren om het te bekijken. Ik heb jullie al de inhoudstafel gedeeld, heb ik ook via de chat gezien dat jullie het hebben mogen zien. Jullie krijgen in het begin van die gids een aantal van die belangrijke inzichten die ik met jullie daarnet gedeeld heb, krijg je in het begin terug. Maar wat ik het daarnet al over had, het leeuwendeel, zijn eigenlijk deze zaken. Zijn eigenlijk die fiches waar we het daarnet al over hadden. En je ziet ze hier staan. We hebben van het hele verhaal van de Umbrella Review hebben we eigenlijk 16 fiches gedistilleerd. 16 vragen die we ons kunnen die wij vermoeden die leerkrachten, schoolteams zich kunnen stellen bij effectief leesonderwijs. En we proberen vanuit de review, maar ook vanuit die onderzoeklijn 2 uiteraard, onze verticale en horizontale analyse van de lezen op school projecten, proberen wij hier een antwoord op te geven. En je merkt dat er ergens wel een zekere volgorde in zit, namelijk je ziet bovenaan kleuterklas staan en onderaan achtergrondkennis en leesmotivatie. Je zou bij wijze van spreken kunnen zeggen dat het gaat van kleuter naar secundair, maar uiteraard is dat niet 100% correct, want achtergrondkennis en leesmotivatie die horen uiteraard ook bij kleuteronderwijs. Dus die volgorde zit ook zeker niet zo strak. Je mag het niet zien van de eerste zijn voor kleuter en de laatste voor secundair. Ik liever het zeker niet zo te zien. Nu, die fiches zijn allemaal wel op dezelfde manier opgebouwd. Elke fiche start dus vanuit een vraag. We vinden dat een interessante manier om te werken. We stellen ook voor dat je, als er gedacht wordt aan professionalisering van leerkrachten, we hebben net gezien dat die professionalisering van leerkrachten werkt. Wel, dit zou een interessante piste zijn om die professionalisering in gang te steken door te vragen aan leerkrachten van, zoals hier, waarom is morfologisch bewustzijn belangrijk? Dat kan een interessante manier zijn om een deel van een pedagogische studiedag vorm te geven of een deel van de nieuwsbrief of iets dat opgehangen kan worden in de leraarskamer. Ook die ideeën rond professionalisering, ook die ideeën vind je in de inspiratiegids, maar dan op het einde terug. Je gaat ook merken voor welk onderwijsniveau dit bedoeld is. Voor deze fiche zie je dus bovenaan dat het voor de 3 onderwijsniveaus relevant is. Dus voor de wel kleuter, lager als secundair. Dus
conclusie. Ik wil onmiddellijk zeggen, die volgorde van 1 tot 16, dit is fiche 5, dit geldt voor allemaal. Dus het kan eventueel zelfs van achter gestoken worden of vooraan, dat maakt niet zoveel uit. Je merkt ook welke componenten van leesvaardigheid belangrijk zijn in dit geval. Ik heb je dan net als schema getoond van het proces van leren lezen. Op basis van die studies in de review kunnen wij zeggen van, bijvoorbeeld hier voor technisch lezen, dat is belangrijk voor vlot lezen, maar niet voor vloeiend lezen. Er is geen relatie met begrijpend lezen, maar wel met algemene leesvaardigheid en niet voor leesmotivatie, vind het op die manier. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat we een korte samenvatting geven van wat er in die review staat. Nu, die review is 151 pagina's, dit is dus echt wel de korte samenvatting, maar we proberen toch de belangrijkste inzichten met jullie mee te geven in wat verteld onderzoek. Om direct over te gaan naar hoe breng je dit nu eigenlijk in de praktijk? Hoe doe je dit? Welke zaken moet je zeker realiseren? Om daarna te zeggen van wie verder wil lezen, bieden wij heel graag extra tools, extra referenties aan. Zaken waarvan wij zeggen van daar durven wij ook echt dit ondersteunen. Hier zijn ook goede zaken aan de gang. Dan kan je daar op klikken voor meer informatie. Tot slot vinden we het ook belangrijk dat we onze lezers naar waarde schatten en hen als volwaardige partners beschouwen. Daarom zie je ook voor wie de wetenschappelijke studie erbij wil nemen, dus niet enkel de review, maar echt naar de bron wil gaan kijken. Je vindt dus een selectie aan studies waar we eigenlijk deze inzichten uit halen. Dus je kan er altijd op deze manier naar teruggrijpen. Nu, wat is deze gids dus wel en wat is het vooral niet? Het staat in onze inleiding mooi geformuleerd, vind ik, dus ik herhaal het hier graag. Deze gids is geen handvat waarmee je als school je volledige leesbeleid kan uittekenen of kritisch evalueren. Het ruimt wel misverstanden over effectief leesonderwijs uit de weg en hij biedt inspiratie voor effectieve leesinterventies voor alle onderwijsniveaus. Dus dat betekent eigenlijk niet dat wij zeggen van en nu is de kous af, pas dit gewoon toe en als school hoef je niks meer te doen. Spijtig genoeg is het niet zo. We vragen eigenlijk dat je met die inzichten aan de slag gaat en de collega's in deelsessies die gaan effectief ook met die inzichten aan de slag en kunnen jullie voor bepaalde specifieke aspecten daar mooie voorbeelden van geven. Wat we dus niet doen is, we hebben geen expliciete focus op of analyse van individuele programma's, klaspraktijken of specifieke interventies. We weten dat die bestaan, we weten ook dat die zelfs ook in de review naar voren komen. Bepaalde specifieke programma's staan erin vermeld, maar we hebben expliciet besloten om die niet op te nemen in de gids, omdat we nooit op deze manier volledig konden zijn. Je gaat een aantal programma's eruit halen en dan vergeet je er ook eigenlijk ook een aantal. Dus we hebben besloten om die zaken er niet uit te halen. Dat betekent ook dat in de review blijkt dat een aantal programma's een mindere impact heeft dan verwacht, maar die moet je dus binnen de review gaan bekijken. Die staat niet in de gids vermeld. Wat doet het dan wel? Laten we daar eens op focussen. Wel, we gaan dus eigenlijk zeggen van wat je wel kan doen. We willen liever niet spreken over mythes die ontkracht worden. We willen liever direct naar de kern van de zaak gaan, de boodschap duidelijk neerleggen, is namelijk wat kunnen we wel doen? Bijvoorbeeld kan je zeggen van haal je lezers uit de les voor extra ondersteuning. Het antwoord daarop is ja, de wetenschap hierover is heel duidelijk dat je dit kan doen, maar wel op een bepaalde juiste manier. Er is daar een specifieke speech hierover vermeld. En ook, dan gaat dan uiteraard over een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld leerlingen die problemen hebben met taal- en spellingthema's, die worden uiteraard gezien als een risicolezer. Dus die doelgroep vind je daar in deze fiche terug. Wat is het belang van achtergrondkennis om goed te kunnen lezen? Dat vinden wij een heel belangrijk gegeven. Ook daar geven wij een specifieke fiche de nodige aandacht aan. En tot slot helpt inzetten op leesmotivatie om betere lezers te maken van kinderen. Daar heb ik in die vorige dia al een eerste aanzet gegeven. Maar we hebben er ook een specifieke fiche over ontworpen, zodat op basis van wat we gezien hebben uit onze review, dat we op die manier de juiste zaken met jullie kunnen delen. Als ik dan toch mijn eigen mening mag geven na ongeveer 33 minuten, vind ik, dat is misschien wat jullie zouden kunnen afvragen, van wat moeten we dan doen, Jordi? Wel,
Volgens mij is het vrij eenvoudig. Eerst zouden de inzichten uit les en lezen toegepast moeten worden. Daar hebben we heel veel evidentie voor. En volgens ons is er dan nog voldoende ruimte voor allerlei extra initiatieven. Dat zou ongeveer de volgorde moeten zijn die mensen binnen effectief leesonderwijs gaan toepassen. Dat is één. Ten tweede ga je ook merken in mijn heel verhaal van nu, en misschien als je heel snel door die 16 fiches gelopen hebt, dat daar een aantal zaken in ontbreken. Bijvoorbeeld bibliotheken, leeslijsten, heel klassiek literatuuronderwijs, die thema's ontbreken. Dat heeft een reden. Ten eerste omdat wij focussen op, we hebben gekeken naar samenvattingen die gepubliceerd zijn in 2010 tot en met 2021. Dat impliceert dat wij, als zoiets van 2021 gepubliceerd is, dat die altijd gaan kijken naar het verleden. Dus als iemand zo'n samenvatting maakt, die start daarmee in 2019, dus 2019 en vroeger. Dus de allerlaatste nieuwste inzichten, die zijn daar nog niet. Ik weet bijvoorbeeld uit persoonlijke ervaring dat er heel veel goede zaken momenteel bezig zijn als het gaat over literatuuronderwijs in het secundair. Dat die ook heel goede zaken hebben, maar die zijn momenteel nog niet van die meta-analyses en systematic reviews samengebracht. Dus op die manier komen die er niet in. Dat is één. Dus er zijn echt wel zaken die vooruitgezet worden. En dat is maar goed ook, want anders zou ons onderzoeksdomein stilvallen. Dus we zijn nog altijd bezig stappen aan het zetten. Ten tweede vind ik het heel belangrijk ook dat een aantal zaken misschien niet getest kunnen worden. Bijvoorbeeld een bibliotheek, wat de impact daarvan is, is heel moeilijk vast te leggen. Maar anderzijds vraag ik me af of we dat ooit moeten vastleggen. Ik vind persoonlijk, de persoonlijke mening, dat we eigenlijk gewoon mogen overtuigd zijn van het toevallen van een bibliotheek. En als we het lezen zo belangrijk vinden, dat we dan boeken gaan lezen. En dat we die ergens op een bepaalde plaats gaan steken, dat dat dan een bibliotheek wordt. En ik zou eerlijk gezegd niet weten waarom we dat ooit zouden moeten testen, waarom dat belangrijk zou moeten zijn. Dat zou volgens mij duidelijk moeten zijn. En we mogen hier allemaal van overtuigd zijn. Hetzelfde van de representatie op leeslijsten. Is het belangrijk dat we bepaalde schrijvers van bepaalde migranten achtergrond op een bepaalde leeslijst plaatsen. Kan je ooit bewijzen dat dat werkt of dat dat niet werkt? Volgens mij persoonlijk is dat een heel moeilijk gegeven, maar ik denk dat het interessant genoeg is om dan te zeggen van oké, als ik al die inzichten in de les in lezen toegepast heb, dan kunnen wij gerust wel ook naar waarde schatten dat schrijvers met een migratieachtergrond op een leeslijst terechtkomen, zal leerlingen zich daarin kunnen herkennen en dat we daarin verder kunnen gaan. Met andere woorden, volgens mij, zoals het daar staat, niet alles van waarde moet eerst getest worden voordat we het uitvoeren. Die twee issues, daar vind ik eigenlijk belangrijk genoeg om gewoon te doen. En daarvoor die komen niet voor in de review, maar zelfs als dan moeten we het gewoon doen. Mijn persoonlijke mening. Maar dat mag ik wel, denk ik, ongeveer, maar op het einde toch even dit delen met jullie. Eenmaal nu die persoonlijke mening gedeeld, is het wel belangrijk dat ik nu even weer mijn hoed opzet van dagvoorzitter. Namelijk, we hebben dus het plenum, dat nu op het einde aan het lopen is, waar wij hebben proberen te antwoorden op de vraag: wat is effectief leesonderwijs? En we hebben op die manier de belangrijkste inzichten uit dit project Les in Lezen met jullie proberen te delen. Binnen ongeveer 8 minuten starten de deelsessies. Nogmaals, er is kleuteronderwijs door Helena, lager onderwijs door Astrid en secundair onderwijs door Michiel. En deze gaan, wat we in het plenum gezegd hebben, verder zetten met een focus op hun onderwijsniveau. Er staat daar nu een camera met een cirkel rond vermeld. En waarom is dat nu zo belangrijk? Ik heb het al in het begin al naar gehint, maar misschien een aantal mensen niet volledig opgevangen. Is ten eerste het geval van privacy en GDPR. Dus alles wordt opgenomen en de opnames worden achteraf met iedereen die zich ingeschreven heeft gedeeld. Dat betekent dat als je niet in die opname wilt terechtkomen, dat je dus ook beter niks in de chat gooit, want anders kom je erin. Op het einde van zo'n sessie hebben we zeker ruimte gehouden voor vragen en antwoorden. Dus als je vragen hebt, feedback, suggesties voor de collega's, we hebben expliciet ruimte voorzien.
coaching en die deelsessies. Maar als je dus niet wil in de opname komen, is het beter dat je deze doet via mail achteraf. Ten tweede vind ik het heel belangrijk om te... je hebt nu allemaal een sessie gekozen, bijvoorbeeld secundair onderwijs. Maar ik vind persoonlijk dat het... Je kan dus niet bij kleuter en lager aanwezig zijn, maar ik vind het eigenlijk onwaarschijnlijk belangrijk dat je zelfs licht je focus bij secundair onderwijs, dat je ook weet wat er aan het gebeuren is bij kleuter en lager. Ik mag dat wel zeggen als verantwoordelijke voor Vakdidactiek Nederlands, dus met een focus op secundair onderwijs, we durven dat wel eens te vergeten, dat er de leerlingen die in het secundair komen, dat die niet, geen onbeschreven bladen zijn en die komen uit kleuter en lager. Dus ik vind het wel heel belangrijk ook dat de mensen van secundair eens gaan luisteren bij wat er gebeurt bij kleuter en lager. Dus ga gerust ook na dit event zeker ook eens de collega's beluisteren. Ik heb hen al aan het werk mogen horen en gezien wat ze gaan brengen. Ik ben, ik kijk er naar uit. Ik ga maar ook één sessie meemaken, maar ik ga zeker ook zelf de andere twee sessies achteraf bekijken. Even kijken, de vraag in de chat is hoe lang kun je ze bekijken? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Luc, antwoord nu. Je kan zeker ook de andere opnames bekijken, dat garanderen we. En Luc zegt ook dat de opname beschikbaar zal blijven, dus dat betekent eigenlijk dat we altijd alles kunnen bekijken, vermoedelijk. We plaatsen dat dan een beschermde link, denk ik, op YouTube, als ik het correct voor heb. Is dat niet zo, Luc? Luc is directeur CNO. Dus als ik in de chat dat kan gooien, of die dat kan bevestigd worden, de collega's van CNO. Ja, dat klopt. Zo mensen gaan... Ja, en Veerle, die is ook van CNO en die zegt... En Luc bevestigt wat ik net gezegd heb. Dat klopt. Jullie kunnen dus je eigen sessie die je gevolgd hebt opnieuw bekijken, inclusief deze. En ook de andere deelsessies waar je dus niet aanwezig kan zijn. Voilà. Ik had beloofd aan de collega's dat ik op tijd ging stoppen en ik ben blij dat ik trouw heb kunnen houden aan mijn woord. Bedankt dat jullie hier zijn. Echt, dit doet ons als projectteam enorm veel deugd. Ik heb hier het plenum mogen verzorgen, maar ik wil nog eens expliciet de partners bedanken van het project. Dus we hebben dit mogen doen in opdracht van de Vlaamse overheid, departement Onderwijs en Vorming. Maar we hebben, nogmaals, je hoort het als lid van het promotorenteam, ik ben heel trots op wat we gerealiseerd hebben. Maar we hebben dit enkel maar kunnen doen dankzij de medewerking van onze partners, die dus enorm hard hiervoor gewerkt hebben. Mijn oprechte dank nog eens hiervoor. Dus Universiteit Antwerpen, Thomas More en Odyssee. Ik wens jullie heel veel plezier bij de deelsessies. Ik weet wat er jullie te wachten staat, dus het wordt tof, of interessant, of beide.